Hallo, mijn naam is René Boerdo. Welkom bij weer een Microsoft Server 2012 les vanuit de MOAC 7410 serie. Vandaag lessen 6, Configuring Servers for Remote Management. Wat gaan we allemaal doen? We gaan via de Server Manager gebruik maken van Remote Management. We gaan de Remote Server Administration Tools ontdekken. We gaan gebruik maken van de Windows PowerShell Web Access functie. En we gaan werken met remote servers. Veel plezier. We gaan vandaag via de Server Manager ontdekken hoe we op een mooie manier gebruik kunnen maken van remote management. Sinds Windows Server 2012 is deze functionaliteit sterk verbeterd. Er zijn allerlei extra mogelijkheden gekomen om remote, dus op afstand, remote beheer uit te voeren. In combinatie met lokaal beheer natuurlijk. Rechtstreeks vanuit de Server Manager kan je allerlei opties gebruiken om verbinding te maken met andere servers die dus wellicht op een hele andere locatie staan. En vervolgens kan je daar dan het beheer op gaan uitvoeren. Binnen die server manager is het mogelijk om servergroups aan te maken, zodat je servers die een vergelijkbare taak, een vergelijkbare rol hebben in het netwerk, kan groeperen en op die manier het beheer wat makkelijker toegankelijk te krijgen. Nou, hier zie je daar al wat voorbeelden van. Allereerst de optie Local Servers. Dat is dus de server waar je op dat moment aan werkt. Er is een optie All Servers, waarmee je alle servers in beeld kan krijgen. En dit zijn vier voorbeeldjes van server groups, server pools, die je een naam kan geven en daar vervolgens alle servers die binnen die rol een taak vervullen, kan groeperen. Nou, hier is het onderdeel All Servers aangezet. En in dit netwerk zijn er dus in principe drie servers beschikbaar. Vanuit het domein Addatum. We hebben verder geen specifieke selectie gemaakt qua operating system. Dus hij brengt gewoon alles in beeld. Nou, die kan je vervolgens toevoegen aan het onderdeel All Servers. Want standaard staat daar niets in. Nou, in dit voorbeeld zie je dat gebeuren. Server MBRB is geselecteerd en via de knop toegevoegd aan het onderdeel All Servers. Nou, dat hebben we voor de server MBRC ook gedaan, dus daar zijn nu drie servers beschikbaar gegroepeerd. Wanneer een server geen lid is van een domein, maar nog lid is van een workgroup, dan is het nog steeds mogelijk om deze op afstand te beheren. Dat is wel wat wonderlijk, want een server die geen lid is van een domein kan eigenlijk niet geauthenticeerd worden via Kerberos. Nou, daar is een aparte optie voor ingebouwd, NTLM, NTLM Manager. En door gebruik maken van deze functie wordt de server die eigenlijk niet in het domein hangt, toch op een trusted hostlist geplaatst. En op die manier wordt deze server dan, zeg maar, geauthenticeerd. Nou, dat regel je via een PowerShell commando, waarmee je dus de desbetreffende server toevoegt via de server name aan de trusted host file. Nou, het onderdeel All Servers, daar zou je in principe heel veel servers in kunnen hangen. Als dat echt heel erg uit de hand loopt en een richtlijn is groter dan 100, dan heb je kans dat het verzamelen van al die gegevens over die server, al die servers, te veel wordt. Nou, dan kan je eigenlijk via de server manager ook een soort filter in gaan bouwen. Wat wil ik zien en met welke frequentie? Je filtert dan de hoeveelheid informatie en je filtert daarmee dus ook de hoeveelheid overbodige informatie. En dat komt de performance ten goede. Nou, je kan daar een bepaalde tijd aan koppelen en je kan bepaalde logfiles wel of niet gebruiken. Voor remote beheer zullen er aanpassingen moeten worden gedaan op de firewall. De firewall blokkeert allerlei verkeer wat wellicht een gevaar zou kunnen zijn.
Dus wellicht ook het remote management verkeer. Dus dat betekent dat er inbound firewall rules moeten worden aangemaakt. Nou, hier staan er een drietal of een viertal genoemd. Voor dit type verkeer, laat even in het midden wat het precies inhoudt, maar deze vier opties moeten worden toegevoegd aan de inbound firewall rules. Nou, dan is het wel eerst de bedoeling dat je de firewall snap-in toevoegt aan de MMC. Dus de firewall snap-in is te koppelen als gereedschap aan een MMC. Een MMC start je vanuit het hoofdscherm van Windows. Nou, door in te tikken MMC, en wellicht heb je al een tegel aangemaakt, krijg je de mogelijkheid op het moment dat die gestart is, hier is die dus al gestart, krijg je de mogelijkheid om daar dan een snap-in aan toe te voegen. En in dit geval is dat dus de Windows Firewall snap-in. Nou, die is hier zichtbaar in een hele lange lijst met allerlei snap-ins en die kan je vervolgens via add toevoegen aan je gereedschapskist. Een MMC is dus eigenlijk een gereedschapskist. Nou, op het moment dat die snap-in is toegevoegd, kunnen we via die snap-in inbound rules aanmaken. Nou, hier zie je dus de MMC met de naam console 1. En we zien dat we de inbound rules optie beschikbaar hebben. En daar staan er al een heleboel aangemaakt. Een aantal daarvan staan ook niet actief. En daar kan je op aanvullen of wellicht ook verwijderen. Nou, in dit geval kan je bij het aanmaken van een nieuwe rule gebruik maken van zogenaamde predefined rules. Dus die staan eigenlijk al voor je klaar. Die moet je alleen nog even aanvinken. En dan zijn ze beschikbaar. Dat zie je hier. De rules bestaan al. En dit zijn voor een groot deel, of eigenlijk precies de rules die je nodig hebt voor remote beheer. Oudere Windows versies, daarbij ontbreekt dus de verbeterde remote management support. Dus die zullen we moeten updaten. Nou, op Windows Server 2008 komt het erop neer dat we een aantal extra onderdelen moeten toevoegen. .NET Framework 4.0 en de Windows Management Framework 3.0. Nadat die twee onderdelen zijn toegevoegd aan die Windows Server 2008 omgeving, kan de Windows Remote Management Service gestart worden. Er zijn nog een paar aanvullende acties. Ook hier weer de Windows Firewall rules die moeten worden ingesteld. En er moet nog een aanvullend commando worden gegeven om een zogenaamde listener in te stellen, actief te maken. En die luistert dus naar dit verkeer. En vervolgens nog een COM plus Network Access en Remote Event Log. Die moet worden toegevoegd aan de Windows Firewall Rules. Nou, dan is dus ook vanaf Server 2008 machines remote management mogelijk. Niet alleen vanaf, maar ook daarnaartoe. Een optie is het aanmaken van server groups. Daarmee kun je servers met een vergelijkbare taak dus groeperen. En daardoor het beheer van die servers eigenlijk via één ingang regelen. Nou, dat groeperen kan je natuurlijk op allerlei manieren doen. Dat zal bijvoorbeeld op locatie of op functie of eigenlijk op ieder ander thema kan je een groepering maken. Nou, als je zo'n servergroep hebt aangemaakt, dan zal daar een icoon verschijnen in het navigatiepanel van de servermanager. Dat zie je hier staan. Standaard is daar dus al aanwezig de local server, de all servers en hier zie je twee servergroups ADDS en DNS en daaronder kan je dus alle servers verzamelen die dus die verschillende of die twee rollen hebben. Onderdeel is de Remote Server Administration Tools. Nou, remote servers kun je natuurlijk beheren vanaf iedere Windows Server 2012 computer. Gemiddeld zal de beheerder op zijn werkplek niet vanaf een Server 2012 machine werken, maar
bijvoorbeeld van een Windows 8 machine. Dus dan moeten de aanvullende tools om die remote management te kunnen uitvoeren daarop worden toegepast. Die servers die wil je namelijk niet in de buurt hebben. Die zet je in een veilige ruimte achter slot en grendel met speciale voorzieningen voor lucht, koeling en luchtvochtigheid. Daar ga je liever niet naast zitten. Dus dat doe je op afstand vanaf een werkstation. En dat kan dus bijvoorbeeld een Windows 8 werkstation zijn. Nou, daarvoor moet dus op die Windows 8 een Remote Server Administration Tools package worden geïnstalleerd. Nou, als die tools op die Windows 8 machine geïnstalleerd zijn, dan werken ze automatisch. En dan zal de server manager vanaf dat Windows 8 werkstation beschikbaar zijn. Maar omdat je dus niet op een server zelf werkt, is dus het onderdeel local server niet aanwezig. De toegang tot die servers is natuurlijk wel afhankelijk van het account waarmee op het werkstation wordt ingelogd. Dus als je een account gebruikt waarin je geen rechten hebt op de servers, dan zie je wellicht een groot deel van de functies niet. Het is dan wel een optie om te kiezen voor Manage As. Dus op het moment dat je op je Windows 8 machine als een gewone gebruiker bent ingelogd, kan je toch via Manage As bepaalde taken op die server uitvoeren met de bijbehorende credentials. Nou, via Windows PowerShell Web Access kan je toch nog steeds vanaf een willekeurige computer, en dat kan zelfs een tablet of een smartphone zijn, via de webbrowser in de PowerShell terechtkomen op een remote server. Nou, daarvoor moet je een zogenaamde web gateway aanmaken. En dat doe je doordat op de Internet Information Services, de IIS-rol, uit te voeren. En die gateway, dat is zeg maar het pad naar die remote server. Je moet er wel voor zorgen, omdat het via een web interface gebeurt, waarbij JavaScript wordt toegepast, dat je dat in de browser van je client allemaal wel mogelijk maakt. Nou, hoe richten we dan zo'n gateway server in? De Windows PowerShell Access feature moet worden aangezet. Nou, die is als feature beschikbaar via Add Roles en Features Wizard. We slaan de roles even over en komen terecht bij de features. En daar zie je dan het vinkje van Windows PowerShell Web Access. Nou, daar verzamelt hij dan nog wat bijbehorende features bij om dat allemaal mogelijk te maken. En je klikt vervolgens op Add Features. En dan is dus de IIS, de Internet Information Service Gateway, beschikbaar. Nou, daar moeten dan nog wat authorization rules aan gekoppeld worden. En dat bestaat uit een aantal taken. Er moet een application pool aan toegevoegd worden. En die application pool moet gekoppeld worden aan een website. En vervolgens moet die website zo geconfigureerd worden dat deze het pad naar de gateway sitefiles gebruikt. En dat hele verhaal gaat natuurlijk via HTTPS werken om toch ook aan de security eisen te kunnen voldoen. Nou, daar moet vervolgens dan ook nog een SSL certificate aan worden gekoppeld om die HTTPS mogelijk te maken. Nou, dit zijn wel redelijk lastige stappen. Gelukkig worden deze in een practicum beter uitgelegd. Nou, het werken met een server manager. Eigenlijk zijn er drie methoden om remote servers aan te roepen via drie verschillende ingangen, de zogenaamde contextual tasks. En dat werkt dan eigenlijk via de rechte muisklik op de juiste plek. Bijvoorbeeld in zo'n tegel van een bepaald onderdeel van de server manager krijg je via de rechte muisklik dan precies de tools en de commando's te zien waarmee je op dat onderdeel beheer kan uitvoeren. Nou, dan zijn er ook nog non-contextual tasks, gewoon eigenlijk via een menubalk. En zo zijn er ook nog non-contextual tools. En daar is dus het toolsmenu beschikbaar voor in de server manager. Voor vragen verwijs ik je naar de les.